Beste vrienden, ik had beloofd om een vlog te maken waarin ik jullie vragen zou beantwoorden. Deze vragen konden jullie mij opsturen via het e-mailadres christophesevers@hotmail.com en daaruit hebben we een korte selectie gemaakt. Eerste vraag, hoe gaat het met je mama? Moeilijke vraag om te beantwoorden, want enerzijds heeft zij natuurlijk het verdriet waarmee ze nu wel echt geconfronteerd wordt, omdat het ongeveer een jaar geleden is dat mijn vader is overleden. En langs de andere kant zit zij nu wel wat alleen door het coronavirus en zij zit in quarantaine. Niet dat ze ziek is, maar alle serviceflats mogen geen contact hebben met families. Zo ook woonzorgcentra. Dus voor haar is het niet zo makkelijk. Ik denk dat het anders wel goed gaat met haar. Ze is niet ziek of zo. Ze heeft enkel last van nachtmerries over mijn pa dan natuurlijk. Ik denk dat dat ook perfect normaal is als je om iemand rouwt dat je dan meemaakt. Natuurlijk heeft ze ook last van haar blefarospasmen. Dat zijn dus spasmen van het ooglid. Dus ze ziet nog altijd niet beter. Ze is ook niet volledig blind, maar wel functioneel blind. We proberen wel met haar dagelijks te videoconferencen of te videobellen via WhatsApp of Messenger, zodat ze ons en de kindjes wel kan zien. Vraag 2. Nu je mama is verhuisd, wat is haar nieuwe adres? Momenteel gaan we publiekelijk haar adres niet communiceren, maar jullie kunnen in de tussentijd wel alle brieven of postkaartjes die aan haar gericht zijn naar ons sturen. Ons adres is Broekborre 184 in Halle, postcode 1500. Wij zorgen er dan wel voor dat de brieven die jullie naar haar sturen toch bij haar terechtkomen. De derde vraag die jullie stelden was, we krijgen geregeld aanvragen via sociale media binnen van je pa. Jullie moeten weten dat ik daar persoonlijk niet achter zit, dus eender wie kan een account aanmaken van pagina van Paul Severs of vrienden van Paul Severs of Paul Severs 1 of Paul Severs 2. Dus geen van die accounts worden door mij beheerd. Dus als jullie van de mensen die die pagina beheren een aanvraag krijgen om iets te doen of iets te liken, dan, en dat stoort jullie, dan kunnen jullie dat best aan die persoon zelf zeggen. De vierde vraag die jullie veel stelden is beter nieuws. Komt er binnenkort een nieuwe plaat voor Nina op de markt? En het antwoord is ja. Op een of andere datum, niet zo ver in de toekomst, eind april, begin mei, we gaan nog niet verklappen wanneer, komt daar een nieuwe single uit. We zijn er al heel lang mee bezig en dat zal een kanjer worden. Maar niet alleen Nina krijgt nieuwe singles. Er zijn ook andere artiesten die in mei en juni ook hun nieuwe single zullen zien op de markt komen die ik heb geproduceerd. Dus spannende tijden die eraan komen. Ik wil er toch nog even bij vermelden dat alle opnames gemaakt zijn voor de coronacarantaine, want ook wij houden ons aan de richtlijnen die de regering ons oplegt. Blijf in uw kot. De vijfde vraag die jullie vaak stellen is, komt er geen verzamelaar uit met alle liedjes van je papa, het volledige werk? Ten eerste, als iemand dat zou willen doen, moet dat de platenfirma zijn van mijn pa. Tweede puntje waarom het bijna onmogelijk is, is omdat hij meer dan 350 liedjes heeft gemaakt. Als je die op een verzamelaar zou willen zetten, zou dat ongeveer een 18 cd's betekenen en om en bij de €300 kosten. En ik weet zelf niet of het fysiek mogelijk is om 18 cd's in een box te krijgen. Ik weet zelf niet of je zoiets kan maken fysiek. En trouwens, de meeste liedjes staan eigenlijk al op cd's die vroeger zijn uitgekomen. Dus als je goed zoekt, kan je ze wel bijna allemaal vinden. Vraag 6. Gaat het evenement op 14 juni in het Vondel in Halle omtrent je pa nog door? Moeilijke vraag om nu te beantwoorden. De definitieve knoop zal pas doorgehakt worden ergens begin mei. Maar persoonlijk denk ik dat het niet zal doorgaan gezien de coronacrisis. We houden jullie sowieso op de hoogte of het evenement al dan niet zal doorgaan. Alle voorbereidingen waren getroffen, alle artiesten waren geboekt, de affiche was klaar. Dus het is enkel een kwestie van een geschikte datum te vinden. Dus misschien nog 14 juni dit jaar, waarschijnlijk niet, ofwel op een later moment. Blijf onze Facebookpagina hiervoor volgen. En dan al de laatste vraag. Kan jij nog aan cd's van je pa geraken, ouderen dan?
Wel, we hebben besloten, na lang overleg, om jullie toch de mogelijkheid te bieden om van onze persoonlijke stok en in beperkte oplagen die cd's beschikbaar te stellen. We zouden dat doen op het evenement dat plaatsvindt op 14 juni dit jaar of misschien op de uitgestelde datum volgend jaar. Dus nogmaals, volg onze Facebookpagina om hierover op de hoogte te blijven. Blijf in uw kot. Waar ging je heen? Zonder jou ben ik verloren. Zeg me toe.